Wat hebben deze haaien en hun katachtige met elkaar gemeen? Nou, achterin het oog hebben haaien een reflecterend laagje. En hierdoor kunnen ze het licht dat op het oog valt twee keer gebruiken om zo goed en succesvol te jagen in het schemer en in het donker. En ook katachtigen, die hebben het reflecterende laagje. Daarnaast hebben de haaien nog iets heel bijzonders. De ampullen van Lorenzini. Onder de kop heeft de haai allemaal gaatjes zitten waar die ampullen zitten. En hiermee kan de haai elektrische bewegingen van andere dieren in het water aanvoelen. En de haai kan dus letterlijk voelen hoe het hart van een ander dier in het water pompt zonder het te zien. Deze twee eigenschappen helpen haaien ontzettend bij het jagen.